Hey, welkom bij Bewegen met Bart. We gaan vandaag een training doen om onze spieren sterk en gezond te houden. En de training van vandaag is een beetje atypisch, want we gaan een CrossFit training voor ouderen doen. CrossFit is een type sport waarbij verschillende spieroefeningen gecombineerd worden in een soort van herhalingscircuit. Laat mij gerust even weten, nadat je de training hebt gedaan hieronder, hoe dat je de training vond. Vond je het een moeilijke training? Vond je het moeilijk om de combinaties te volgen? Laat het even weten. Heel interessant voor mij om dat te weten. Ik probeer te variëren in de trainingen en te zorgen dat jij gemotiveerd blijft om elke dag die 10 minuten je spieren te laten werken. We gaan erin vliegen. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! Vandaag dus een CrossFit training waarbij we 5 ronden van telkens 2 minuten zullen doen. In elke ronde komen 2 oefeningen aan bod, heel eenvoudig en toegankelijk. In de eerste ronde zal je elke oefening 2 maal doen telkens. In de tweede ronde 3 maal, daarna 4 maal, 5 maal en tenslotte 6 maal. Het is zeker ook een goed idee om even kort deze warm-up video te doen, zodat je al een beetje warm bent voor de training. We gaan meteen starten met de eerste 2 oefeningen. En daarbij ga je een jumping jack doen. Ja, dus open springen, handen en voeten. 2 maal en dan ga je rechtop staan. 2 maal. Ja, rustig uitduwen. En dan ga je weer zitten en dan ga je weer voeten open, handen open springen. Je mag alles trager doen dan dat ik het doe, maar telkens 2 maal herhalen. Dit doen we nu gedurende 2 minuutjes. Heel goed. En dan komen we terug 2 maal rechtop. Probeer je heup volledig uit te drukken als je rechtop komt. Ja. Dit is eigenlijk ook meteen een beetje onze opwarming. Als je nog niet opgewarmd bent van een andere video, is dat eigenlijk geen enkel probleem. Al is het altijd wel een goed idee. Heel goed. Heel goed, kom aan. Rechtop komen. En duw uit die benen. Het lichaam raakt al warm, nog een halve minuut gaan we dit doen. 2 keer open springen. Doe het rustig aan. Je mag je handen minder hoog heffen dan dat ik het doe altijd. Ja. En je mag ook je benen natuurlijk minder openen dan dat ik het doe. Ja, nog 2 keer rechtop. En rust. Alright. Dan zijn we bij onze volgende ronde. Daarbij gaan we 1 voet op een trapje zetten. Als je geen trapje bij de hand hebt, zet even de video op pauze. En dan kan je gerust even naar de trap van je huis gaan. Je gaat 3 maal je been omhoog duwen. 1, 2, 3. Met dezelfde voet. En dan ga je eraf. Dan ga je 3 maal handen naar boven brengen. 2, 3 en... Dan gaan we hetzelfde doen met onze andere voet. Zodat je balans hebt, dus hou je vast aan de leuning, aan de muur. 3 keer. Ja. En dan gaan we hier opnieuw 3 maal handen omhoog brengen. En dan terug met de eerste voet. 1, 2, 3. Rustig eraf. Handen gaan omhoog. 3 keer. Heel goed, voilà. Je doet het fantastisch. 3 keer duwen, 1 been. En rustig eraf. En we zijn ondertussen voorbij de helft van onze tweede ronde. 3 keer die handen omhoog nu. Heel goed. En ik ben weer weg met het eerste been. 3 keer omhoog. Heel goed, kom aan. 3 keer hier de handen omhoog. En dan weer andere been. Nog een halve minuut ongeveer. Kom aan, hou het vol. Spieren werken goed. Oké. Dan gaan we nog net 1 volledige cyclus kunnen doen. Nog 1 keer 3.
3 keer omhoog met de handen en dan nog 1 ronde met het andere been. Duw het plafond maar omhoog. 3 keer hier nog omhoog. 1, 2, 3. En dan nog 1 keer duwen hier met de handen. 1, 2, 3. Fantastisch, heel goed. Dan mag je op de stoel gaan zitten. Ja. Ga rustig zitten en plaats je handen op de voorkant van je stoel. Ja. Met die handen ga je jezelf 4 keer losduwen van de stoel. Dus 1, 2, 3 en 4. Ja. Als je een stoel hebt met een leuning aan, dan kan je je handen ook op de leuning zetten. Nu ga je naar achter leunen en 4 keer 2 voeten van de grond heffen. Dat is al 2, 3 en 4. Zet ze rustig terug neer. En dan gaan we onszelf weer 4 keer omhoog duwen. 1, 2, 3 en 4. Heel goed. En dan ga je nu weer de voeten heffen. 1, 2, 3 en 4. Heel goed bezig. Fantastisch. En we gaan weer 4 keer omhoog duwen. 1, 2, 3 en 4. Heel goed. Voeten weer heffen. 1, 2, 3 en 4. Kom aan, hou het vol. We zitten er op een halve minuut van de volgende ronde al. Ik zit aan 3 keer heffen, 4 keer heffen. En dan ga ik weer mijn voeten 4 keer heffen. 1, 2, 3 en 4. Heel goed. En dan ga ik nog 1 keer duwen hier. 1, 2, 3 en 4. Alright. Adem even rustig in en uit. Deze ronde zit erop. Je mag recht staan. En dan gaan we zitten nu aan 5 herhalingen. Dus je gaat 5 keer met elke hand naar voren boksen. 1, 2, 3, 4, 5. En nu gaan we 5 keer op onze tenen staan. 1, 2, 3, 4 en 5. Oké, nu gaan we weer 5 keer boksen. 1, 2, 3, 4, 5. Daarbij mag je 1 voet een beetje naar voren zetten. Je mag zelf kiezen welke. En dan weer 5 keer de hielen heffen. Ga zo hoog als dat je zelf kan en zorg dat je stabiel staat. Dat is al 4. En dat is 5. En we zijn ondertussen ook halfweg. 1, 2, 3, 4, 5. En weer die hielen heffen. 3, 4, 5. Fantastisch bezig. Kom aan, hou het vol. Het zijn lange reeksen. 2, 3, 4, 5. Alright. Heel goed. De kuiten die beginnen dan nu zeker te voelen. Er is nog een kleine halve minuut te gaan. 4 en 5. En dan ga je weer naar voren boksen. 1, 2, 3, 4, 5. Nog 1 keer heffen en uit. De hielen, nog 2 te gaan, en dit is de laatste, en rust, alright. Fantastisch bezig, we zitten aan onze laatste ronde, 6 herhalingen deze keer. Je mag daarvoor de flesjes erbij nemen, je mag het eventueel ook zonder flesjes doen, of met kleine haltertjes. Ja. Eerste oefening, daarvoor ga je op de rand van de stoel zitten en achteruit leunen. Je gaat een bench press doen, dus bank drukken. Dus de flesjes die druk je een beetje schuin voorwaarts. Dus 6 keer. 2, 3, 4, 5 en 6. Rustig zakken. Ietsje dichter komen met de voeten. Mooi rechtop zitten. En nu gaan we 6 keer een bicep curl doen. Dus de flesjes naar je toe brengen. Ja. 2 flesjes gelijktijdig. Mooi rechtop zitten. Dat is 3.
4, 5 en 6. Dan gaan we de vorige weer herhalen. Dus schuif terug wat naar voren op je stoel. Flesjes zijn aan de schouders, voor je schouders. En je drukt ze naar boven. Heel goed. Kom aan. Je ligt bijna plat. 4, 5 en 6. Heel goed. En dan gaan we weer bicep curl doen. Kom aan. 2, 3. Druk het stevig aan als je bovenaan bent naar je schouder toe. Dit is 5 en 6. Oké. Ga terug een beetje achteruit liggen. We zijn ondertussen in de laatste halve minuut. Dat is 3, 4 en 5. Heel goed. Oh, en 6. En dan kom je terug rechtop. De laatste keer de bicep curl. 6 keer. Kom aan. Hou het vol. 6, 5, 4, 3. 2, 1 en rust. Het zit erop. Ziezo, heel goed gedaan. Goed dat je erbij was. Probeer geen enkele dag te missen. Probeer minstens 10 minuten te doen of soms 5 minuten. Er zijn ook soms video's die maar 5 minuten duren. Maakt een heel groot verschil in de manier hoe je je voelt en hoe je kan blijven bewegen. Abonneer op het kanaal als dat nog niet zou gebeurd zijn. Vond je deze video iets te uitdagend? Kijk dan even op het kanaal. Er zijn gerust video's die minder uitdagend zijn. Ook video's die geschikt zijn voor 80-plussers, die allemaal zittend gebeuren. Dus ik zie je heel graag terug morgen in een nieuwe video.